Hallo, ik ben Jannik. Ik doe een proefje in genaamd kleefijs. Wat je nodig hebt, 2 ijsblokjes en wat zout. Je doet wat zout op een ijsblokje. Dan pak je het andere ijsblokje en die leg je erop. En dan wacht je even. Zoals je ziet, blijft het aan elkaar plakken. De zout werkt als een soort vriezer. Doordat de zout hier tussen zit en gaat op elkaar, dan lost de zout op. En daardoor blijft dit aan elkaar plakken.